De familie komt lachend aan. Het is best bijzonder dat prinses Amalia erbij is. Want ze is voor het eerst te zien sinds bekend werd dat ze niet meer in Amsterdam kan wonen. Dat komt omdat ze wordt bedreigd door criminelen. Dat maakt haar ouders 3 weken geleden bekend. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Het heeft heel, heel grote consequenties voor haar. Ja. Ik vind haar heel dapper. Ja. Er komen heel veel journalisten af op zo'n fotosessie. Zij mogen erbij zijn als ze maar beloven dat ze de familie de rest van het jaar niet stiekem fotograferen. Maar daarvoor willen ze wel iets terug. Het beste plekje tijdens de fotoshoot. Dat het koninklijk gezin nu bij elkaar is, is ook al best bijzonder. Want koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vaak in het buitenland voor hun werk. Deze week waren ze bijvoorbeeld nog in Griekenland. Prinses Alexia woont in Groot-Brittannië. Daar gaat ze naar school. En prinses Ariane kan ook niet zomaar vrijkrijgen van haar school in Den Haag. Daardoor kunnen de foto's ook niet meer, zoals vroeger, worden gemaakt in de zomer of de voorjaarsvakantie. Wie wil er op de foto? Het is geen vast moment meer, maar meer wanneer ze kunnen dus. En dat lukte vandaag. Het leverde deze foto's op.